Hallo, welkom bij de volgende. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Kletskous. Ik ben Jelle. En het is dag... 3. Ik ben fucking moe. Maar ze willen gaan sporten en ik had beloofd om een keer mee te gaan. Dus ja... Even schoentjes aantrekken. Zo, klaar. En ik neem jullie helaas niet mee naar sporten. Maar ik laat jullie wel heel even het mooie uitzicht zien. Van dag 3. Tada! En trouwens, de kwaliteit van de vlog is best wel cracky. Maar ja, in ieder geval door de camera ligt dat het ligt door het renderen. Want zo render ik sneller. En ja, ik moest een keuze maken. Misschien dat ik deze vlog beter redder. Dat deze wat betere kwaliteit heeft. Maar ja, misschien ook niet, weet je wel. Ja, kan allemaal. Maar ik ga dus de sporttijd zien jullie zo. Doei. En we zijn weer terug. Ah, ik ben kapot. Ik heb lekker gesport. Ik heb vooral mijn benen getraind en zo. Was wel lachen. Het is een beetje een klein sportalletje. Staat iets van 6 toestellen maar. Maar ja, ik ga lekker het zwembad in duiken. Even mijn schoenen uitdoen. Hop. Au. Au. Hoppakee. Sokjes uit. Hallo Jelle. Ik zie mezelf in de spiegel. Oké. Okay. Ik kleur gewoon alles hier neer. Ik heb de hele kamer voor mezelf. 2 fucking bedden. Even kijken. Slippertjes weer aan. Dududum. Kastje dicht. Oep. Ik denk dat ik mijn water wel mee naar boven neem. En ja, ik denk dat ik wel even ga filmen dat ik in het water ga plonzen. Het is op dit moment trouwens... Bijna 1 uur. Wat lekker spannend. Even kijken. Lekker chill. We gaan even wat pakken. Wat gaan we pakken? Hier zitten van die... croissantjes. Die zijn lekker. Die neem ik mee. Let's go, take a look at the breadth and the view. Yo, de nieuwe vlog staat er zojuist op. Dat is mooi. En we gaan nu naar Marbella toe. Dat is een stadje hier verderop. En daar gaan we misschien ook eten. En ik ga jullie denk ik gewoon meenemen. En ja, misschien dat we nog gaan kijken voor een beetje winkelachtige shit. Maar... we gaan een beetje rondneuzen dus. Omdat het weer niet echt mega mooi is. Dus. Let's go. Stelt geen reet voor, ik laat het jullie zelf even zien. De zon is al redelijk aan het ondergaan.
En zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, hebben we lekker gegeten. Dus ja. Let's go inside. Nou, ik heb geen kleren gekocht, maar... was dit. Oh ja, was een telefoonhoudertje voor in de auto. Die hebben we al gebruikt. Nou, ik heb een graden dingen gekocht. Oké, kijk. Dit. En dat is zo, zeg maar zo'n... ik zal het jullie laten zien. Dat is zo'n klapbordje. Voor zo'n filmregisseur. Ook met een krijtje erbij. Dat is wel grappig. En ja, dat heb ik gekocht. Ja, eigenlijk gewoon voor de lol. Voor misschien ooit als ik een short movie ga maken ofzo. Of gewoon voor een grap. Is altijd wel bruikbaar bij filmpjes. Dus dat heb ik gekocht. Dan heb ik de IQ Cube. Dat is dit rare ding. En ja, normale kubus, zoals velen van jullie weten, kan ik oplossen. Dat zal ik misschien daar even laten zien. Nee, oké, dat is saai. Maar laat even weten in de comments als je dat wil zien in de volgende vlog. Dan zal ik dat doen. Maar ja, deze is dus heel moeilijk om op te lossen. Want kijk, ja, kijk, als je zeg maar draait, alles gaat door elkaar heen. Het is een of ander. Ja, het is gewoon een raar ding. Dus dat is moeilijk op te lossen. Dus die twee dingen hebben we. En dan heb ik als laatst nog. Deze gaan we uitpakken. Een heel klein pakje kaarten. En dit vond ik gewoon zo schattig uitzien. Dat ik dacht, nou, dat wil ik hebben. Ik had ook nog, ik zag ook nog een soort kaarten die je kon gebruiken voor goochelen. Ik vind goochelen best wel lachen om te doen. Vooral met kaarten. En ja, die kon je dan gebruiken als extra set. Maar ja, die hebben natuurlijk een andere achterkant. Maar deze gaan we even openmaken. Oh shit. Oh, dit is zo schattig. Ja, het is gewoon... dit is echt zo'n hebben dingetje. Oh shit. Oh shit, kijk. De joker. Oh, stel scherp. Oh, stel scherp. Wat doet hij? Hij krijgt hem niet scherp gesteld. Nou, in ieder geval. Hier hebben we de jokertje. Joketje, je hebt nog een joketje. Dit is super handig voor als je niet veel ruimte hebt en hem mee wil nemen. Holy shit, dit is echt... voor goochelen is het nou niet echt praktisch. Huh? Ja joh, ja, daar raak ik gelijk kaartjes kwijt. Dus ja, dat heb ik gekocht en ja, het is al best wel laat alweer. De enige die volgens mij wat kleren heeft gekocht is mijn zus. Kijk maar, ik hoop dat jullie het zagen. Ik heb een lekker bakje ijs. Iedereen zit er weer boven op het dakterras. Ik wilde gewoon even genieten van het uitzicht. Even een ijsje hierop eten. Dus ja. Oh, kank. Mijn tanden kunnen niet echt goed tegen het ijs. Maar, ik ga daar denk ik weer editen. En voordat ik het vergeet, gisteren had ik een shout-out gedaan naar Lennart in de vlog. En nu willen Ashley en Tess ook een shout-out. Dus dit is hun Insta. Of ja, hun Insta-accounts. Dus ja, volg hem even. Want dan zijn we dan ook weer blij. En als je dit kijkt en je wilt een shout-out. Ik kan niet te veel shout-outs geven. Het is gewoon even voor de lol, ja. Maar ik ben aan het genieten van het uitzicht. Doe. En we gaan dadelijk dus weer zwemmen. Of ja, ik ga weer zwemmen. Ik denk die andere ook, want ze zitten al boven. En kijk, mijn ijsje is inmiddels al een beetje aan het smelten. Maar ik weet niet, ik vind bij dit soort ijs vind ik het meestal wel lekker als je het een beetje zo als een soort melk hebt of zo. Het eerste gedeelte doe ik dan altijd gewoon als normaal ijs. Maar het tweede gedeelte doe ik echt gewoon een beetje, ja, een beetje waterig. Vind ik gewoon lekker. Vind ik gewoon lekker, ik ben gewoon een apart kind. Laten we het daarop houden. Ja, ik hoop dat jullie genieten van de vakantievlogs. Althans, ik vind het wel leuk om te doen. Is weer een nieuwe ervaring. En ja. Dus, als je het leuk vindt, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. En ja. En dan zie ik jullie dadelijk weer. Nou mensen, ik ga lekker editen. Daarna ga ik een bad. Dus ik zie jullie bij
de volgende vlog. Laat nog even een like achter. Abonneer zeker als je nieuw bent. We hebben bijna de 6000 abonnees. 6 fucking duizend. Weet je hoeveel dat er zijn? Dat zijn er fucking veel. Maar kijk mensen, het is nog licht. Maar ik ga gewoon lekker editen. Zodat ik niet weer om 2 uur 's nachts hoef te gaan slapen. Dus ik zie jullie bij de volgende motherfucking vlog. En dan zeg ik later.